Zo, een hele goede morgen op deze zaterdag alweer. We zijn al dik 2 weken verder. We gaan naar de Gelmersee doen en omhoog met een treintje. Het gaat echt zo. Het weer is goed. We hebben alles bij me, spullen. We gaan 3 uur verblijven daar. Dan moet ik dat rondje om de meer doen. Want als je de trein naar beneden mist, dan moet je lopen naar beneden. En dat is wat minder, maar goed. We gaan dat zien. Een stukje van de brug. Meepakken. Oeps. Een loopbrug, hè? Ik heb het niet zo.
dat we kunnen maken. Ik heb eh het Ali Express geweest. Leuk, deze pak heeft toch besteed om het groot is. Ja. En er, ja, je merkt, je hebt al nu met die kat van de honger zo zien. Lekker fris hier, niet te warm. Mooi blauw water. Dat is de andere kant. Dus we gaan nou een rondje maken om dat meer heen, als het goed is. Ik heb gelezen dat het 2,5 uur was, maar op het bord staat dat het 1,5 uur is. Het moet een andere pad zijn, want je beneden ook een pad. Hier. Je hebt zo. Moet je daarheen. Ja. Ik loop deze wel. Even rustig aan. Het staat al helemaal vol met namen allemaal. Allemaal steentjes, namen gemaakt. Het zit helemaal vol. Apart.
Goed. Dus even wat doen. Hoi toch? Is daar een leuning op gemaakt? Bang dat mensen erin vallen. Visje. Het is wel heerlijk verkoelend hoor. Rocks. Mooi hoor. Weer een hele andere uitzicht. Het is wel gaaf. Het loopt tot nu toe nog wel allemaal vlak. Zou bijna niet kunnen hè, voor een Zwitserland. Loopvlak. Nou, dan gaan we al beginnen. Ik heb het tussendoor gezegd, denk ik. And inside is really soft. It's a normal bread. Het ziet er wel mooi uit, allemaal.
Und warum nicht? Bleef redelijk vlak, zei ik, maar dat was het. Oeps. Je zal gaan. Lekker padje.
Dat. Het is even een beetje druk hier. Ik van die kletser al gaan.
Hoe mooi is dit, hè? Vlieg op mijn camera, wegwezen. Het voelt zo de kou hier. Wow. Wel heel apart weer. Leuke stukjes toch? Zich laat zo uit. Toch wel een groter rondje dan een dag. Nee, dat doe je binnen een uur. Maar ik ben nu al een uur bezig. Maar geeft niet, het is mooi. Daar gaat het om.
de Rocky Mountains. Zo. Nou, waar is mijn pad? Ziet hem al. Daarin. Okay. Wauw. Eens kijken. Het is heel mooi. Soms breek je je nek wel eens. Nee, je moet even aankijken. Goed kijken waar je poten zet. Aardig blokje wat er bovenop lag. Heel veel mensen aan dit. We gaan nu aan het laatste stuk beginnen. Ik heb nu nog een uur, want ik heb de trein maar 2 uur weer naar beneden. Als je die mist, zal je helemaal naar beneden moeten lopen. Maar ja, goed, ik denk wel dat ik het red.
ben ik tot 11 uur bezig. Het is nu al 1 uur, dus ik ben al 2 uur bezig met lopen. Ik heb al helemaal dat in de rond gelopen. Helemaal hierheen. Heel mooi. Hallo. Kijken vanaf hier zo. Dit dan weer. Wow, het is wel steeds spannender dat zien, hè? Hier omhoog. Maar goed dat ik mijn bergschoen heb aangedaan, ik zat te twijfelen tussen mijn gympies. Ja, mooi. Nou, we kijken hier. Eén keer struikelen en je legt het beneden. Hoppa. Jeetje.
Dat bedoel ik. Als je even niet oplet, ga je naar beneden. Ik denk dat ik om 1:30 bij dat treintje naar beneden ben. Misschien is er plaats over, dan kan ik 1:30 eerder naar beneden. Dat zou wel mooi zijn. Dan zullen we kijken. Mooi hè. Bijna bij het begin. Weer een vallage af te strepen. Eens kijken. Het is allemaal weg.